De financiële controle van de staat is slecht en moet worden verbeterd. Dit stelde energiedeskundige Edmund Neus vandaag tijdens een persconferentie van de vakcentrale C47 op het hoofdkwartier van de organisatie. Neus ging in op de werking van de verhoging van de energietarieven door de energiebedrijven Suriname in de afgelopen maanden. De wetenschapper merkt op dat de energietarieven niet bepaald goed georganiseerd waren, maar nu beter gesteld zijn. In elk geval is per maart toen inderdaad een verhoging toegepast, hè, waarbij inderdaad praktisch iedereen een verdubbeling kreeg van zijn tarief. En sommige mensen zelfs 4 of 5 maal het tarief gingen betalen wat ze voorheen hadden. En dat was natuurlijk bijzonder kwalijk en dat heeft inderdaad ook geleid tot een grote ergernis binnen de samenleving. En dan praat ik niet eens over het feit dat het automatisch betekent dat in de winkels de prijzen omhoog gingen. Want hoe dan ook, iedereen die koeling heeft en dingen gekoeld houdt en diepvriesproducten verkoopt, betaalde dus opeens een veel hoger tarief om dat voor elkaar te krijgen. C47-secretaris Dianen Dwarka geeft aan dat een hoofdstuk is afgesloten van een heel lang en enerverend traject van onderhandelingen over de energietarieven. Hij meent dat er geen gunstige resultaten geboekt zijn zonder een druk vanuit de samenleving en het vakbondsleven. Dit is echt een geweldig resultaat. Nogmaals, we kunnen niet teruggaan naar die oude situatie waarbij wij maandelijks 200 en 300 SAD gingen betalen. Maar dit is toch wel een vrij eerlijk tarief. Het is niet 100% zuiver, maar ik denk dat wij veel van onze inzet die wij erin hebben gestopt terug hebben gehad. En vandaar dat het zo lang heeft geduurd. We wilden niet een tussentijds beslissing hebben van de regering waarmee wij onvrede zouden hebben in het natraject. We hebben ons uiterst ingespannen om dit als uiterst resultaat eruit te halen. Dwarka geeft verder aan dat momenteel de juiste tarieven betaald worden. De onjuiste tarieven die de samenleving betaalde, moeten volgens hem nu helemaal weggewerkt zijn.